Arjen Robben heeft een boom in het Arnhemse Spijkerkwartier gekregen. De boom werd vandaag geplant door bewoners van de wijk. RTV Arnhem ging langs. We zijn hier vandaag om ervoor te zorgen dat de gemeente Arnhem de bomen in het Spijkerkwartier laat staan en de bomen die zijn weggehaald terugplant. Kijk, het is ook een beetje een publiciteitsstunt, hè. Dat begrijp je wel. Het voetbal is natuurlijk heel erg hot in Nederland. En iedereen kijkt naar dat voetbal, tenminste 8 miljoen mensen heb ik begrepen. En wij vonden het leuk om de beste speler, met de meeste kwaliteiten, om die te eren met een boom. Een willig, een snelgroeier. Net zo snel als Arjen Robben. Dus dat vonden we een aardige symbolische handeling. En dit is nu een van de eerste bomen die teruggeplant zijn. Weet u wel welke spelers bij de volgende boom komen? Nou, de eerste stap die we nu maken is overleggen met de wethouder. Met de wethouder Ida van Beursteden. Wij willen dat de gemeente Arnhem de bomen gaat terugplanten die zijn gekapt in onze buurt. En als we dat niet doen, dan kunnen wij altijd als actiecomité dat zelf gaan doen. Dan is dit de eerste. Ook volgens de visie van de gemeente zelf zijn bomen en groen in de buurt heel belangrijk voor de kwaliteit, voor de zuurstof, voor de opvang van fijnstof, voor schaduw en het tegengaan van overhitting van straten. Dus het is gewoon belangrijk. Alleen de gemeente Arnhem die komt zijn woorden niet naar. En wat wij als actiecomité doen, is de gemeente erop wijzen dat wij achter dat groen staan, achter die bomen staan en dat we dat als bewoners gewoon willen. En hopelijk brengt deze Arjen Robbenboom ook nog een beetje geluk voor het WK. Dat mogen we hopen. Hij moet natuurlijk wel scoren. Anders halen we hem weer weg. Dat is een grapje hoor. Always look at the bright side of life. Ta-da, 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 ta-da.